Elke provisie naar buiten. Snoei heeft de mond vol. En dus ook. Dus we wachten even. Ik ben Hennis. Dat is Paul. Ik ben Snoei. Springplank. Sorry, Springbank. Ja. Jump sofa. Dat is wat? Springbank, jump sofa. Oh, jump sofa. Ja, ja. Sorry. Ja, dit is een whisky wat niet bij ons in de review is geweest. Nee. En die andere trouwens ook niet. Longrow. Longrow en Hazelburn ook niet. Nee. Komt allemaal van dezelfde sterij af. Alleen... die is op bij ons wel echt lekker. Ja, dat klopt. Sorry. Ja, maar is ook zo. Maar de Longrow is dus de zwaar gedurfd whisky van de Springbank distillerij. 2 keer gedistilleerd. Hazelburn is niet gedurfd. 3 keer gedistilleerd, dus dan kan je een beetje denken van wat voor whisky daaruit komt. En Springbank zit er tussenin. Okay. Licht gedurfd en 2,5 keer gedistilleerd. 2,5 keer. Ja. Ja. Niet te moeilijk over nadenken. 1 deel is 3 keer getesteleerd, het andere deel is 2 keer getesteleerd. Nee, en daarna is het 2,5 keer. Oké. Ja. Wat ook leuk is, Springbank is, zover ik weet, de enige Schotse distillerij die de mout zelf doet verwerken. Dus de kiemen, drogen, dus eigenlijk de hele... Het hele proces doen ze zelf. De ene distillerij die dat eigenlijk 100% doet. De andere doet misschien deel, maar twee mensen die dat helemaal zelf doen. Oh, regen. Ja. Als het niet te hard gaat regenen, dan valt het mee. Dat gaat wel mee. Ja, en Springbank staat ook erom bekend dat het niet de goedkoopste whisky is. Nee, absoluut niet. Heel veel deels mee te maken dat ze eigenlijk weinig produceren. Als ik goed had opgezocht en goed heb gelezen, de maxcapaciteit is 750.000 liter per jaar. Maar het schijnt dat ze daar maar 1/3 van produceren. Ja, dus 2,5 ton. Ja. Dus. Ja, dat verklaart. Ja. We hebben 10 jaar expressie in de Springbank. 26%. Deels gematerialiseerd op sherry. Ander deel op echt bourbon. Niet bij je kleur. Kijk, voor Springbank, Hazelburn en Longrow telt voor mij ook nog nooit een niet lekkere gehad, zeg maar. Stevig aan de prijs. Dat dan weer wel. Ja. Maar ja. Redelijk gelimiteerd. Het is lastig te verkrijgen. Ja, lastig. Je kan het verkrijgen, maar je moet wel optalen. Oh. Ja, dit heeft al een tropisch neusje. Ja. En dan durf ik als eerste ananas te zeggen. Ja. Peer. Maar, even terugkomen op ananas, een beetje gebarbecued, gegrilde ananas, ja. Heb ik wel. Ja, ik moet zeggen dat de combinatie van de rokerigheid op de neus is exact rook. Het is misschien een klein hintje turf, maar ik vind het voornamelijk rook. Ja, ja. Zachte rook ook. Ja. Zachte rook. En we gaan nog niet lang. Ja, en voor haar zoetigheden van vanille, honing. Ja. Maar de rest van de zoetigheid komt eigenlijk van de fruit af. Hoe zei je, het is gewoon echt een mega fruitsalade. Ananas, peer, aardbei, ook. Misschien een beetje mango. beetje. Zijkel. Zijkel. Een mango. En een peer. Nou, ik zei een beetje. Oh, beetje? Ik dacht, zei een peertje. Nee, ik zei een beetje. Een beetje mango. Dat is een klein peertje. Ja. Het is een lekker fruitig neutje. Ja, het is een neutje. Ja. In principe. Ja. Het is een lekker fruitig neusje voor een Campbeltown whisky. Ja. Maar we zijn een Springbank neusje. Ja. Ja, weet. Ook naar de pallet. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, 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 oh. Nu valt dat tropisch fruitje valt eigenlijk nu weg. Ja. Er is eigenlijk een heel andere beestje op de pallet. Ja. Er is veel toffee, honing, vanille zit er wel wel. Marsepein. Ja. Er is ook een stuk kruidig op de pallet. Ja, op zijn minst noem ik muskaat. Een beetje kaneel. Ja. Maar ook een pepertje, een beetje. Ja. Pittig krantje eraan. Ja. Ja. Mm. En? Zoet pepertje. Dat kan wel. Ja. Dat is een volle smaak op de kant. Van de andere kant, dat mag ook wel. Mm. Ook een beetje een sigarendingetje. Er wel wat van sigaren uit. Dus een droog tabakluchtje. Ja. Ja. Ja, je komt niet meer op eikenhout. Mm. Dan denk je aan een sigarendoosje. Ja. Bij Campbeltown whiskies verwacht je eigenlijk een beetje over een maritiem karakter, een beetje een ziltig randje eraan en zo zaken. Dat komt pas bij de afdronk. Ik mis dat wel op de neus en op de pallet. Ja, weet je. Op de afdronk is een beetje een licht drogend ziltig iets. Het rook komt weer terug, maar ik vind het gewoon rook. Op de pallet is een beetje turfrookachtig, lichtjes. Ja, ja, lichtjes. Maar op de afdronk is het wel weer gewoon rook. Ja, weet je. Er komt wel een iets, misschien appel, maar een appelsiederappel. Het laatst op de afdronk. Een beetje zuurig. Ja. Ja, gaan we mee. En niet graven. Ja. Dat geroosterd. Ja. Maar dan komt de vraag, hè, is dat €100 waard? Als je hem duur koopt. Ja, liefhebbers en Springbanks ja zijn. Nee, ik snap het. Het is gewoon een hele lekkere whisky en het is inderdaad, ja, 250.000 liter als we daarvan uitgaan. Ik snap dat die dan €100 kost, maar vind ik het hem echt waard? Ik vind hem wel echt lekker. Dat is waar. Maar hij is lekker, maar als ik kijk naar andere whiskies wat ik even lekker vind op Springbank, dan kom ik op wel €50, €60 ook uit. Dus kan je twee tassen vanille halen. Nee, mee eens, maar kun je dat vergelijken met een Springbank? Ja en nee. Want eentje is toevallig wel een Campbeltown whisky en de andere niet. Maar... een Glen Scotia. Ja, precies. Ja. Het zijn de nodige Glen Scotia expressies. Ja, daar ben ik wel mee eens. Er zijn wel de non-age statement uitgaves, expressies. Die krijg je voor minder geld, minder dan de helft van de Springbank. En ik vind ze eigenlijk even lekker, misschien zelf lekker. Oké. Okay. Maar, dat is misschien ook weer dat ik toch wel een beetje... dat een beetje negatief ben tegenover de Springbank, omdat die zoveel kost. Ja, de Springbank die veel gekost had als de vergelijkbare Glen Scotia en dan misschien wat... Maar goed, Glen Scotia levert waarschijnlijk iets meer dan 250.000 liter. Mm. Denk ik. Dat weet ik niet. Ik moet zeggen, En dan ga ik wel eerlijk zijn, Springbank, Hazelburn en Longrow, ja. Oh, wil ik Longmorn zeggen. Dat is ook een whisky, toch? Hm? Longmorn. Dat is ook een whisky, ja. Ja, nee, oké. Hazelburn vind ik wel een categorietje lekkerder. Dus de niet-Pieten 12, jongen. Mm-hmm. Hm. En dat van een Piet. Ja. Mm. Maar goed, die komt hopelijk nog ooit een keer. Ja, ik heb een fles Hazelburn en die kan je wel voor de rest. Zo'n 10 jaar, maar ik weet niet welke. Nou ja, weet je, het is gewoon echt een mega lekkere whisky. Maar ik ga er geen €100 voor uitgeven. Nee. Dus, dat zeggende. Okay. Nou, ik zit wel goed. 7,5 tot 8. Kijk, als dit gewoon €60 had gekost, ja, dan had hij een 8,5. Had hij een dikke 9 gehad. Ah, nee, dan had ik een 8,5 gezeten. Maar dan had hij een veel hoger punt gekregen als hij daar in de prijs had gezeten. Ja, eigenlijk als je, ja, voor mij is gewoon als ik kijk naar de prijs en wat je zeg ik inderdaad ook een 7,5. Was hij inderdaad iets goedkoper geweest, dan was ik ook makkelijk nog een punt hoger gegaan naar 8,5. Maar misschien de prijs eigenlijk wat een druk. Als je nog nooit deze Springbank hebt gehad en je loopt door een festival en je kunt hem wel proeven, doe het wel echt. Ja, dat wel. Ja. Dat wel. Hij is wel echt lekker. Nee, dat is zeker. 100%. Maar ik zou geen €100 voor een fles Springbank betalen. Nee. En dan zit ik wel aan het hoge uiterste van de prijs, nee, uiteraard. Maar... ja. Zeg je niet niks. Hm? Bedankt voor het kijken. Het gaat misschien wel even een tijdje duren voordat we een Springbank in huis hebben. Ja, denk ik ook. Hazelburn hebben we nog ergens staan, dus die komt misschien wel binnenkort langs voor de review. En ik heb ook... ja, zeg niet. Ik heb gewoon een Longrow staan. Ik blijf heel even tegen. We zien bij de volgende. Bedankt voor het kijken. Slaantje. Breek morgen gewoon bij in. Maar het is ook wel een dingetje, hè. Het is ook goed de naam, hè. Ja, we zitten samen dat zwarte fles daar, dat is ook weer. Ja, oké, maar dat is gewoon goede shit. Ja, maar daar gaan we zo ook hier over hebben. Dit is wel echt lekker, man. Ja, hij is zeker lekker, maar... dat is wel echt kut van de prijs. Niet voor €100. Nee, 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 100% niet. Als ik kijk wat voor €100 kan kopen, hè. Ja. Mm-hmm. Maar dit is een whisky, weet je. En volgens mij heb ik de laatste keer een Springbank 10 gehad toen ik in Arnhem was. Dat was zo'n whisky-café-achtig iets. En die had hem staan en die vroeg zich echt best hele schappelijke prijs gewoon voor één draam. Ja. Kijk, en dan moet je hem gewoon pakken. Ja. Of een festival of weet ik veel. Maar van de andere kant, als je hier mega fan van bent, ja, dan betaal je gewoon €100 voor een fles. Hè. Wie zegt dat we mee thuis staan? Ik heb geen plek meer. Ik zoek wel. Ik heb geen plek meer.